Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en het is weer tijd voor een gloednieuwe video. Leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom, welkom, welkom. Welkom autootje. Ik zei welkom! Sorry. Ik weet niet waarom ik hier sta. Dat is trouwens gelogen. Ik weet wel waarom ik hier sta. Dat ga ik eigenlijk gelijk uitleggen. Ik heb namelijk zo'n leuk plan, jongens. Jullie kennen namelijk mijn serie natuurlijk. Henkie's monteurdeur. Dat ik altijd eigen autootjes monteren zo. Nou, vandaag heb ik 3 auto's gestolen. Geleend. En daarmee ga ik zulke leuke dingen doen. Ze moeten eerst namelijk nog een beetje geüpgraded worden. Maar het begint hier een beetje onder water te staan. Of ligt dat aan mij? Toen ik hier aankwam, toen was hier nog geen water. En nu wel. Ik denk dat ik hier maar snel weg moet. Auto, voordat we verdrinken, snel. We zijn er net op tijd uitgekomen. Oké, kijk eens. Laten we dan snel naar de plek gaan waar ik heen wilde. Want ik ga jullie een grandioos idee laten zien. Deze auto is trouwens wel echt een van de snelste auto's die ik altijd heb gemaakt. En het blijft ook de mooiste gewoon. Hey! Oké, we zijn ter plaatse. Kijkers, maar voordat ik ga laten zien wat al in de titel en thumbnail staat. Jullie hebben het natuurlijk al lang al gezien. Maar het blijft geheim. Voordat ik het ga laten zien, vraag ik jullie allemaal om even pauw te abonneren. Kijk, we hebben zoveel abonnees inmiddels. Dus abonneer allemaal zeker eventjes en like even. Maar goed, kijkers, ik heb hier staan 3 prachtige jerrycans. 3 prachtige. Dit zijn trouwens helemaal geen jerrycans, dit zijn gewoon vuurbommen. Oké, kijkers. Kijk hoe prachtig ze zijn dan. Ik heb 3 Lamborghinis geleend. En ik heb zoveel zin om deze even leuke tests mee te gaan doen. Deze aflevering wordt dan ook een stukje anders. Omdat ik echt al het voertuig heb. En ik wil andere tests gaan doen. Zoals welke is het snelst? Hoe zijn ze voor het monteren? Hoe zijn ze na het monteren? Hoe ik van deze lelijke zwarte kleur afkom? Want ze moeten natuurlijk wel mooi. Net zoals mijn auto daar. Roze met groen. Want dat werkt in aerodynamie. En kunstgeschiedenis. En wetenschap. Vertel me maar. Ik ben vandaag ook weer alleen gewoon. Opa Gerard, laatste keer, die ging allemaal een beetje snel met hem. Dit kan je, Gerard. Daar ga je, Gerard. Hey, ja, Gerard. Oké, kijk eens. Je hebt deze hier. Deze vind ik een beetje oud. Nou, ik weet niet waarom. Hij voelt een beetje alsof hij wat ouder is. Hij heet. Weet je wat? Ik ga jullie het laten zeggen. Jullie mogen in de comments achterlaten wat jullie denken dat voor auto dit is. Dat zeg ik echt, echt waar. Om voor de leuk. Niet omdat ik het zelf niet weet of zo, hoor. Nee. Dit zeg ik voor jullie. Zodat jullie lol kunnen hebben. Dus laat weten wat voor auto dit is. Laat weten wat voor auto dit is. Dan weet ik het eindelijk ook. Ik heb echt geen idee wat voor auto's dit zijn. En laat weten wat voor auto dit is. Oké, kijk eens, maar dan moeten we eerst de test gaan doen. Welke is nu het snelst zonder alle monteerspullen eraan? Dus dat gaan we even goed in de gaten houden. We gaan ze eerst allemaal even klaarzetten. Oké, laten we beginnen met deze. We gaan kijken eerst hoe snel deze is zonder hem gemonteerd te hebben. We hebben hem nog niet geüpgraded, dus we gaan kijken welke het snelst is. Kijk eens, ik ben zo benieuwd. Daar gaan we. We klappen er een beetje mee. Bam, 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 bam. 3, 2, 1, bam. Oké, en dan tot we het ding in het muurtje geraakt hebben aan het einde. Tot we het muurtje geraakt hebben aan het einde. Oh, hoe snel is hij? Hoe snel is hij? Hoe snel is hij? En... stop! Ah, we gaan wel heel ver, hè? We gaan volgens mij wel heel ver. Oh, jij... oh, help! Hij vliegt wel heel ver deze! Nee! Zo ver ben ik nog nooit gevlogen! Wow! Kijk eens! Auw! Ah! Ah, dit is volgens mij wel echt een record met alleen kiemelteurs die ik ooit heb gedaan. Wow, wat zijn we ver gevlogen. Nou, we hebben er precies 10 seconden, nou eigenlijk 11 seconden over gedaan. Ongeveer 11 seconden deden we erover. Oké, dan plaatsen we hem nu zeg maar achterstevoren, want dan weten we dat we die al gehad hebben. En dan gaan we door naar de volgende. En dat is namelijk deze. Ik ben zo benieuwd hoe deze het gaat doen. Oh, dat klinkt lekker, hè. Nou, laten we dan gaan. Laten we gaan in 3, 2, 1, start. En... oh, deze heeft iets meer moeite met opstarten. Deze heeft iets meer moeite met opstarten. Maar gaat hij eerder aan het einde zijn? Gaat hij eerder aan het einde zijn? Oh, oh. En stop! Oh, 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 oh! Nee! Oh jee! Au! Au! Wow! Oké, deze vliegt ook lekker door. Kijk eens, oké. Ik moet wel zeggen dat deze auto's wel echt goed doorvliegen, hoor. Dat doen ze wel allemaal. Au! Echt au! Wonderbaarlijk goed, hoor. Au, au! Nou, de landing krijgt hij wel minpunten op, hoor. En herinneren jullie, kijkers. Dit is hoe zwaartekracht werkt. Oké, deze heeft er ongeveer 10 seconden. Ook tussen de 10 en 11 seconden over. Maar deze was volgens mij net iets sneller op lange termijn. Hij had meer moeite met opstarten. Maar toen hij er eenmaal was, toen was hij volgens mij wel sneller. En we kunnen ook naar einde kunnen we kijken wat de schaderesultaten zijn trouwens. Dan gaan we nu deze doen. En bij deze heb ik de meeste hoop, kijkers. Oké, daar gaan we. In 3, 2, 1, start. Oh, oké. Deze heeft minder moeite met opstarten. Zo, deze is heel snel weg. Deze is wel heel snel weg. Wow, wow, en stop, wow.
Deze deed absoluut het best, kijkers. Deze deed het absoluut het... Pauw. Ah. Hij... Ah. Hij heeft wel iets meer moeite met... Ah. Oh, de landing was wel heel netjes. Hij heeft wel iets meer moeite met ver weg vliegen, maar dat vind ik niet zo erg. We kunnen altijd tegen iets aan. Oké, kijkers. Deze deed er letterlijk maar 8 seconden over ongeveer. Iets meer dan 8 seconden, dacht ik. Dus deze heeft bij verre na... Auw, deze remmen zijn wel... Auw, jemig, hé. De remmen zijn wel heel slecht. Maar dat is een prijs die je moet betalen voor een snelle auto. Maar hij deed het goed, joh. Hij heeft het snelst gedaan van allemaal. Nou, ze stonden eigenlijk al op de goede volgorde, want die is nummer 3, die is nummer 2 en die is nummer 1 vandaag geworden. Hoe goed is dat? Maar ja, nu moeten ze nog geüpgrade worden. Dan gaan we echt kijken welke het verst kan. Maar dat gaan we niet hier doen, kijkers. Dat gaan wij niet hier doen. Ik heb namelijk een veel betere plek voor dit. Ah, hey, kijkers. Oké, het is weer tijd voor het tweede experiment. Ik heb ze deze keer allemaal gemonteerd. Ze zijn een stuk mooier nu. Ze zijn een stuk sneller nu. En ze staan ook een stuk verder weg. Dus ik moet er wel eigenlijk even heen rijden. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ze zien er zo mooi uit, moet je zien. Oh, we gaan in dezelfde volgorde werken. We doen eerst die, dan die en dan die. Die was net het snelst, maar nu zijn ze allemaal gemonteerd. Dus wie weet zijn ze letterlijk gewoon allemaal in verhouding even snel. Is die nog steeds het snelst aan het die, dan het die. Maar misschien dat het ook anders is. Ik weet het niet. We gaan het zien. Laten we beginnen met deze. Ik ben zo benieuwd hoe die gaat doen. Stappen we in. Doen we deurtje dicht. Motor aan. En gaan. Oké, je merkt dat hij al wel wat sneller is met optrekken. Oké, kijk eens. Kontje raakt dit aan, het zwarte lijntje hier, zo. Oké, de eerste auto. De naam is, geen idee, jullie gingen dat achterlaten. Oké, en we gaan kijken tot we de overkant aanraken. Tot we echt een botsing maken met iets, of we niet meer de weg gaan raken. Dat is tot de timer stopt. In 3, 2, 1, start! De banden zijn geknapt. Start! Dan gaan we deze keer zonder banden knappen. Oké, en we moeten recht blijven rijden. Oh, oh. Oh, kijk, hij heeft moeite met sturen, hij heeft moeite met sturen. Maar, oh, stop! Auw! Ah, nee! Ah, we zijn zo door het hek heen gebeukt. Maar hij deed wel snel, hoor. Ah, ik stopte hem al voordat ik zeg maar tegen het hek aan beukte. Ik stopte bij het einde van de weg, stopte ik de timer. Jemig, hé. Ik dacht dat deze hekken onverwoestbaar waren. Maar, je ziet maar. En of we er snel tegenaan geknald zijn. Maar hij heeft er snel over gedaan. Hij heeft er letterlijk ongeveer dezelfde tijd over gedaan als bij het andere ding. Zowel deze, moet je zien, deze baan. Deze baan is toch zoveel sneller. Of zoveel langer bedoel ik. Moet je zien. Kijk hoe groot deze baan is. En toch is hij sneller door deze baan. Dan dat hij bij de andere baan was. Dat is toch leuk. Nou, parkeerden we deze maar hier. Je ziet er goed uit, autootje. Je hebt het goed gedaan. Ongeveer 11 seconden, 10 tot 11 seconden. Ergens daartussenin. Goed zo. Nou, op naar de volgende hoor. Kijk eens, ik ben zo benieuwd hoe deze gaat doen. Hij is ook zo mooi. Laten we hem in positie zetten. En dan gaan we beginnen. Oké, kijk eens. Dan gaan we in 3, 2, 1. Start! Oké. Kom op. Recht blijven. Oh, recht blijven. Oh. Stop. Auw. Nee. Auw, dit is zonde van de auto. Nou, kijkers. Hij heeft het minder goed gedaan omdat hij meer slipte tijdens het rijden. Hij ging zo snel dat de grip op de weg verloren ging. Ja, kijk, dan is het toch een minder snelle auto, hè. Omdat hij gewoon begint te slippen. De bumper is er ook afgevallen. Hij is in het water gekukeld. Ja, hij deed iets minder snel. Dus die is toch wel sneller dan. Als het gaat om, ja, toch wegbestendigheid, hè. Hij deed er ongeveer 11 seconden over. Iets langer, 11 tot 12 seconden heeft hij erover gedaan. Oké, nou, dan is het eigenlijk aan deze auto om dat gewoon te verslaan. Dan is het aan jou om te winnen. Ik ben zo benieuwd hoe deze gaat doen. Deze was net het snelst. Volgens mij is dit de Aventador of zo, geen idee. Deze was net het snelst. Ik ben zo benieuwd hoe die het nu gaat doen. Hij ging nu al heel snel weg. Oké, kom op, auto. Dit kan je. Je hoeft alleen maar recht te rijden en dan heb je gewonnen. Onder de 10 seconden zitten, onder de 11 ongeveer. En dan heb je gewonnen. In 3, 2, 1, start! Wow! Wow! Kom op. Stop! Ja! Ja! Oh, jee. Wow! Deze ging snel. Hij is wel... nat in het water. We hebben het goed gedaan, autootje. Je hebt je best gedaan. Ook al verdrinken we nu samen. En misschien je motorkap. Dat maakt niet uit. Nou, hij heeft er gewoon ongeveer 8 tot 9 seconden over gedaan. En die baan is zoveel lang. Deze landingsbaan of opstijgbaan is natuurlijk een stuk langer dan de landingsopstijgbaan waar we net waren. Dus vandaar dat ze het zo goed gedaan hebben, alle drie. Laten we de schade gaan bekijken. Deze auto, die heeft geen bumper meer. Zijn motorkap zit los. Verder zie ik geen krasjes.
Volgens mij klopt achter alles nog. Hier klopt alles nog. Kijk, hier in deze deur zit ook deuken en zo, volgens mij. Dat klopt ook allemaal niet meer. Deze auto ziet er heel netjes uit, behalve dan dat de motorkap mist. Zie je, het logo is een beetje gaan vervormen. Ik heb trouwens geen hoofd op mijn schaduw. Voor de rest klopt die nog wel helemaal. En deze auto, daar gaan we het niet over hebben. En wederom is dan deze auto de winnaar geworden. Met een snelheid van ongeveer 8 tot 9 seconden. Op de tweede plek bij deze is deze auto. Met een snelheid van ongeveer 10 tot 11 seconden. En die auto is derde geworden. Met een snelheid van ongeveer 11 tot 12 seconden. Overigens kan het bij jou wel een beetje door de bocht te maken en zo. Maar wat goed hè, kijkers. En nu ben ik toch wel benieuwd hoe mijn eigen autootje het eigenlijk... Zou ik ook mijn eigen autootje doen? Weet je wat we doen ook? We doen ook mijn eigen autootje. Ik ben zo benieuwd. Nou, laten we instappen. Zou mijn auto het goed doen op de score? Ik weet het niet. Oké, kijkers. We gaan het proberen. In 3, 2, 1. Start! En... Nee, die boost moet erop te cheaten. Oh, oh, wow. We cheaten een beetje, maar dat maakt niet uit. Wow. Achteruit, vooruit. Maar deze auto heeft natuurlijk een Enki boost button. Wow! Help! Nee, niet op het dak. Goed zo. Oh, stuiter hoeft nou ook weer niet. Land goed, land alsjeblieft goed. Au, dat was het dak. Au, wederom het dak. Hij landde niet goed. Nou, kijk eens, laten we dan maar teruggaan naar de auto's. Hier. Deze is toch het minst favoriet. Dit vervangen we wel even. Oké, kijk eens, aangezien dit de winnaar is, zullen we nog één laatste test met hem doen. Hij is de algemene winnaar van vandaag. Dan gaan we nog één test met hem doen. Haha, hoe kon het ook anders? We gaan naar... Komt-ie? Au! Mount Danger. Het is weer zo ver. Dit is absoluut niet uitgemolken trouwens, zo'n Mount Danger. Nou, laten we even het hekje weer naar beneden gooien. Doei, hekje! Zijn jullie er klaar voor? We kunnen rustiger doen, maar we kunnen ook gewoon een volledige yeet gooien. Ik denk dat we een yeet gaan gooien. Yeet! Wow! Oké, dat was een minder goede yeet dan verwacht. Oh jee, oh jee. Hey, we vliegen wel een beetje. Kijk, een perfecte landing. En we hoppakee. En land opnieuw. Blijf gewoon op je voetjes. Dat is de tactiek. Au. Gewoon op je voetjes blijven. Dat blijft de tactiek. Ja, kijk eens. Hij pakt het goed op. Hij pakt het goed op. Hier, hij pakt het oprecht nog best goed op, hoor, kijkers. De grip op de weg die blijkt nog best goed te zijn. Hier, zie je? En dan hier een sprongetje. Landen we hier ook. En dan landen we hier weer. En dan gaan we tussen de stenen door. Zonder de stenen aan te raken. En hoppakee. Door de bomen heen. Door de steen heen. Achteruit verder. Zonder die grote rots aan te raken. Zonder deze bomen aan te raken. Zonder deze bomen aan te raken. Volgens mij is dat mijn bumper. Maar dat maakt niet uit. Nou, kijk eens. Wat heeft hij dit goed gedaan? Hij is geen één keer gebotst. We zijn geen één keer over de kop gevlogen. De auto is nog geheel intact. Niks mis meer met deze auto, hoor. Hij doet het nog compleet. De wielen zitten er ook nog op aan allebei de kanten, hoor. Geen probleem. Zo, nou. Deze auto heeft het zo goed gedaan. Dit is de beste auto ooit. Normaal raken auto's altijd alles aan, maar deze heeft niks gedaan. Deze heeft alles perfect gedaan. Wat een top autootje dit. Nou, kijk eens. We kunnen deze auto afvinken als een groot succes. Nou, voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hebben jullie nou een ander leuk idee wat ik kan monteren? Of nog een keer dit, maar dan met Ferraris of zo. Of dit met Audi's. Of dit met Mercedes. Of dit met panto's of zo. Politieauto's. Laat het weten. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer allemaal zeker eventjes. Ik spreek jullie later. Glaasje water. Tot de vier. Lesje. Carnivorenbier. Doei. Yeah.